Het weekend staat voor de deur en dus is het weer tijd voor vrijwurs nummer 15 van vrijdag 15 januari 2021. En in deze video gaan we onder andere kijken naar mijn fantastische verkopen van de aandelen Plug Power. En Gevo, en juist de timing die daarbij hoort. Uh, maar ik zal ook natuurlijk vertellen waarom ik ze verkocht heb. En daarnaast gaan we kijken naar het cijferseizoen, want ook dat is weer begonnen. We krijgen sinds vandaag, eigenlijk sinds deze week al, de kwartaalcijfers van het vierde kwartaal van 2020 binnen. En hopelijk ook een beetje de, ja, de vooruitblikken van bedrijven wat ze verwachten voor het komende kwartaal, of het huidige kwartaal en de rest van 2021. Dat wil ik dus gaan bespreken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl En laten we dan maar meteen beginnen. Met het verkoop van mijn aandelen afgelopen week. Want afgelopen maandag maakte ik nog een video over waterstof aandelen. Een interessante sector, maar tegelijkertijd wel echt een sector voor de echt lange termijn. En gaan we kijken naar de aandelen die ik toen besprak in die video. Met de koersen van zeg maar afgelopen zondag of begin van maandag. En de koersen nu. Dan zien we dat er echt flinke stijgingen zijn geweest. Ook al waren het maar vier handelsdagen. We zien bijvoorbeeld Plug Power 24% in de plus. Uh, Bellert met 20%, Fuel Cell 15% en ook Bloom Energy 12% in de plus. En Shell, niet echt waterstof, heel erg waterstof, maar gewoon 4% in de plus. En specifiek wil ik het dan even gaan hebben over Plug Power. Dit aandeel heb ik toen ook al verteld. Heb ik gekocht uh, in een dipje in halverwege november. 17 uh, november was het. Uh, toen ging het volgens mij 10-11% onderuit, omdat er nieuwe aandelen werden uitgegeven ja dat heb ik uiteindelijk volgens mij 50 aandelen gekocht tegen een koers van 22 dollar en 90 dollar cent en afgelopen maandag heb ik al mijn aandelen van Plug Power verkocht voor 53 dollar 88 oftewel een plus van 130 procent in minder dan twee maanden. En de reden dat ik ze dan verkocht heb, is eigenlijk heeft het al te maken tegelijkertijd met de aankoop. Zoals gezegd. Ik heb ze aangekocht tijdens een dipje in de markt. Ik vond de sector wel interessant. En ik dacht dat dat een goed punt was. Um, zonder er al te veel over na te denken of ik het nou voor een kortere termijn of voor een langere termijn wilde houden. Nou, inmiddels zijn we dus net geen twee maanden verder. Staan we 130% in de plus. En vind ik sowieso wel dat deze hele sector erg gehyped is. Dus ik dacht, uh, wat ik eerder ook al zei, ik wil dit jaar wat. Ja, misschien wat kijken of ik al wat posities kan sluiten, wat risico kan verminderen. Zeker in deze IV-sector of. Waterstofsector in dit geval. En dacht ik dus van, dat is een van de punten om het mee te nemen, mijn winst alvast te nemen. Heeft er ook mee te maken dat ik al langere tijd zie dat de meeste koersdoelen voor dit aandeel tussen de 25 of de 50 dollar zitten. Nou, op dat moment, toen ik het verkocht, lag het dus al 10% boven het hoogste koersdoel, zeg maar. Uh, natuurlijk zijn er wel hogere koersdoelen dan die van, maar het gemiddelde, laten we daarvan uitgaan. Dus dat is ook alweer een reden dat we eigenlijk nu al te ver vooruit zijn gelopen op wat Analisten verwachten voor de komende twaalf maanden. Daarnaast verwacht het bedrijf zelf pas in 2023, oftewel, dan merk je pas iets van, in 2024 winst te maken. Dus dat duurt nog ja, drie, vier, vijf jaar misschien wel. Ligt er een beetje aan of het nog, uh, ja, de tijdlijn helemaal klopt. Dat zijn de verwachtingen van het bedrijf. En dat zou betekenen dat tegen de huidige koers we al meer dan 300 keer de verwachte winst van over 4 jaar betalen. Dus dat geeft dan een beetje aan hoe die waardering in elkaar zit. En ik zou dan ook zeggen, wil je meer informatie daarover? Kijk dan een video van Meet Kevin, want hij gaat daar specifiek in op dit aandeel en in deze waardering. Dus ik zal een link daarvan trouwens onder deze video plaatsen. Maar een van de ja echt zeg maar de druppel uh, en het laatste argument waarom ik uiteindelijk besloten heb dus naast deze andere argumenten om het aandeel te verkopen is een artikel wat ik tegenkwam op Seeking Alpha. want in dit artikel stonden een paar dingen die zoals gezegd dus naast die andere dingen eigenlijk er wel voor zorgden dat ik ook besloten heb om direct dus het aandeel te verkopen. ten eerste heeft dat te maken met dat insiders vorig jaar van meer dan 100 miljoen euro of dollar verkocht hebben hun aandelen. daarnaast zien we dat het aandeel of het bedrijf zelf in de afgelopen twintig jaar nog nooit winst heeft gemaakt. En wat heel erg belangrijk was: eh, Amazon en Walmart zijn heel erg grote klanten van dit bedrijf. Meer dan de helft van de omzet komt van deze twee partners af en waarom komt het van deze twee partners af ten eerste hebben we natuurlijk heel erg afhankelijk zijn we dan van hun maar we zien ook dat ze een aparte deal hebben gemaakt met Plug Power want in 2017 ging het namelijk niet heel erg goed het ging gewoon slecht met Plug Power het aandeel zakte weg onder de 1 dollar en dan heb je dus te maken met dat het misschien wel van de beurs af moet dus Plug Power was op zoek naar ja, nieuwe, nieuwe omzet en daar hebben ze dus een deal gemaakt met Amazon en met Walmart en dat geeft hun, dus die twee bedrijven, de positie eigenlijk om heel gunstig aandelen te kopen. als ze ook producten afnemen bij Plug Power. Amazon heeft na het sluiten van die deal. Wel een order geplaatst ter waarde van 50 miljoen dollar. Maar kreeg daar direct dus ook 40 miljoen dollar in de vorm van aandelen voor terug. Walmart heeft nog geen order geplaatst. Maar mochten ze dat dan juist gaan doen, dan hebben ze door die deal dus direct recht op 7,3 miljoen aandelen. die ze heel voordelig kunnen kopen. En met de huidige waardering, met de huidige koers, zou dat betekenen dat dat een waarde heeft van 475 miljoen dollar. Dus plaatsen ze een order van 50 miljoen, krijgen ze en voor 50 miljoen dollar. Producten en nog eens 475 miljoen dollar aan aandelen. Dus ook al bestel je iets, je gaat er altijd meer dan 425 miljoen dollar op vooruit. Dus dat is wel heel erg gunstig voor die bedrijven. En juist helemaal niet gunstig voor Plug Power. Uh, en dit kan nog verder oplopen, want ze hebben nog veel meer recht op meer aandelen als ze nog meer bestellen. Maar juist omdat ze zo afhankelijk zijn van deze twee partijen en dat deze twee partijen er heel erg gebaat bij zijn om het op deze manier te doen. En het bedrijf zelf, dat dus eigenlijk helemaal niets zo wint, behalve dat de beurskoers omhoog gaat, was voor mij de reden in ieder geval om de aandelen te verkopen. En een link naar dit artikel zal ik natuurlijk ook onder deze video plaatsen. Dat mocht je meer willen kijken, uitgebreid het hele artikel willen lezen, dan kan je dat doen via die link onder de video dus. Daarnaast heb ik afgelopen week ook het aandeel Gevo verkocht. Dat is een aandeel dat ik een tijdje geleden via WhatsApp groepje binnenkrijg als tip. Nou, dat was tijdens mijn verhuizing, tijdens de verbouwing. Dus ik heb daar even heel snel naar gekeken, naar het nieuwsbericht. Het zag er wel redelijk veelbelovend uit, zeker op dat nieuws. Maar omdat ik niet al te veel tijd had om dat te onderzoeken, heb ik dus eigenlijk maar een gokje genomen ter waarde van 500 dollar, 500 euro ongeveer. En dat heeft toen heel erg goed uitgepakt, want sinds die tijd is het heel erg hard gegaan met het aandeel Gevo. Maar toch heb ik deze week besloten om het te verkopen. Onder andere juist omdat het zo hard is gegaan en juist in die sector valt, die heel erg overgewaardeerd is op dit moment. Maar het heeft er ook mee te maken dat het eigenlijk nog een klein bedrijf is, waar ik weinig over kan vinden en ik ook altijd niet de tijd heb om dit allemaal bij te houden. Ik wil juist ja, eigenlijk meer overzicht, minder posities in mijn portefeuille en me juist meer gaan richten op de posities die ik dus wel heb. Wat ik wel kon vinden over het bedrijf is dat ze een nieuwe fabriek willen openen, juist om ja, hun productie op grotere schaal te doen. Uh, daar hebben ze heel veel geld voor nodig. En ook in de toekomst zal dan nog heel veel geld nodig blijven om deze ontwikkelingen te doen, want het is natuurlijk iets anders om het op kleine schaal te doen dan het op grote schaal te doen. Nou, daarvoor willen ze dus wel een fabriek bouwen om dat te gaan testen, om dat eventueel op te voeren die productie. Maar die fabriek die kost minstens 700 miljoen dollar. Inmiddels is het bedrijf wel meer dan 800 miljoen dollar waard, maar heel lange tijd, zeker een tijdje geleden, een paar weken geleden, lag het, was eigenlijk de waarde van het bedrijf nog minder dan 200 miljoen dollar. Dus, om dan een fabriek te bouwen van 700 miljoen, ja, dat is wel een behoorlijke stap. En onder andere daardoor, door die grote investering die nog nodig is, en juist de hoge waardering nu, heb ik besloten om mijn winst nu te pakken en dus het aandeel te verkopen. Wederom op het verkeerde moment, als je kijkt naar de beurs, naar de koersen. Maar ja, dat weet je dus nooit achteraf. Tenminste, dat weet je nooit vooraf. En het is altijd iets achteraf. En zo zie je maar weer, je kunt de markt gewoon niet timen. Ook mij lukt dat niet. Dus ga dat ook vooral niet proberen. Soms heb je misschien geluk, soms heb je pech. Maar ik ben gewoon heel erg blij dat ik in ieder geval mijn posities gesloten heb met een best wel behoorlijke winst op beide aandelen. En omdat we het heel vaak hebben over aandelen kopen, maar niet zo vaak over aandelen verkopen, terwijl ik dat nu deze week dus ook heb gedaan, uh, misschien niet de, de beste momenten, maar dat maakt niet uit, ga ik daar aanstaande maandag een video over maken. Dus in die video ga ik kijken naar waarom zou je aandelen willen verkopen, uh, wanneer ga je ze dan verkopen en op welke manieren kun je dat doen. Maar dat is dus de video van aanstaande maandag. Kijken we dan naar het tweede onderwerp van deze video en dat is zeg maar het cijferseizoen. Het vierde kwartaal van 2020 is inmiddels afgesloten en de eerste bedrijven zijn inmiddels ook al met kwartaalcijfers gekomen. Ze hebben bijvoorbeeld Just Eat Takeaway gehad. En vandaag komen diverse grote Amerikaanse banken ook met cijfers. Helaas nog niet op dit moment. Het is nu net ja, het einde van de ochtend. En de cijfers zijn nog niet bekend. Dus ik kan ze natuurlijk dan ook niet meenemen in deze video. Maar vaak zijn het Amerikaanse banken die als eerste komen. En op zich is dan misschien het bankaandeel zelf niet zo interessant. Maar dat zegt vaak wel iets over de economie. Maatregelen die banken nemen op, op basis van verwachtingen die zij hebben van hoe het met andere bedrijven gaat. Aanstaande maandag is trouwens de beurs in New York gesloten. Dus heel veel aandelen zul je dan ook geen koersen voor hebben. Uh, dus hou daar in ieder geval rekening mee. Maar aanstaande week komen er wel verschillende bedrijven. Uh, elke dag komen er heel veel kwartaalcijfers naar buiten. Denk bijvoorbeeld aanstaande dinsdag de Bank of America of bijvoorbeeld Netflix. Woensdag komt United Airlines, maar ook Viewercel bijvoorbeeld. Dus heel veel bedrijven komen volgende week al met cijfers. En ook in de weken daarna. Dat is gewoon de komende paar weken heb je elke dag wel een bedrijf, een grote naam, wat met cijfers komt. Dus kijk zeker naar die cijfers. Kijk ook naar wat ze zelf denken van het bedrijf in de toekomst of van de sector in de toekomst. Geven ze misschien alweer een verwachting? Want dat was natuurlijk afgelopen jaar heel vaak dat ze juist vanwege het coronavirus niet altijd een voorspelling durfden te maken voor wat zij verwachten van het komende kwartaal, misschien wel van het hele jaar. Dus dat is juist iets waar ik naar uitkijk voor de komende tijd. Hoe waren de resultaten het afgelopen kwartaal? En wat zijn de verwachtingen van bedrijven voor het komende kwartaal? Het huidige kwartaal, of misschien wel het huidige jaar, het hele jaar dus. Maar ik ben ook erg benieuwd naar wat jouw verwachtingen zijn. Dus laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Specifieke bedrijven, een bepaalde sector of de hele economie. Ik ben altijd wel benieuwd naar wat jullie denken. Want hoe meer informatie en kennis, hoe beter. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou weer bedanken voor het kijken. Hopelijk vond je het een leuke, interessante video. Als dat het geval is, geef dan zeker even een duimpje omhoog, zodat ik weet welke video's jullie graag willen zien. Kan ik meer van dit soort video's maken? En zoals gezegd. Wil je geen video meer missen, maar bijna geen lid van het kanaal? Ik maak dus elke week drie video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder de video op abonneren. Klik eventueel op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Dan wil ik jou nog een fijn weekend wensen en dan hoop ik jou bij de volgende video van aanstaande maandag weer te zien.